Anouk Hagen, 100 meter, FBK Games. Nou, is wat in zo'n veld. Ja, ik was wel toch een beetje geïmponeerd op een gegeven moment. Hoe is die gegaan? Want de start is altijd belangrijk. Ja, dat was eigenlijk juist hetgene wat er vandaag heel erg ontbrak. Dus ja, dat was wel jammer. Ik schrok eigenlijk ook een beetje hoe snel ze allemaal weg waren eigenlijk. Dus ja, daarbij was mijn start gewoon ook niet goed. Dus nou ja, toch redelijke tijd. Je schrok er echt van, hè, hoe snel ze weg waren. Ja, ik geef het eerlijk toe, ik schrok er echt van. Is dat gewoon ervaring, omdat je dit in dit veld nog niet eerder gedaan hebt? Of hoe werkt dat dan? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik heb nog nooit tegen mensen gelopen die zo hard lopen. Ik was nu gewoon veruit ook de langzaamste. En ik denk dat dat ook wel een keer goed is, om dat een keer mee te maken. Dat je het van achteruit even bekijkt. Ja, precies. Dan kan dus op een 100 meter ook, hè, van achter nog even kijken hoe de rest het doet. Daarom, dus ik wacht het allemaal rustig af. Ik weet zeker dat het nog veel beter kan. Ik bedoel, met zo'n slechte start toch nog redelijk goed op gang. Maar ja, op een 100 verlies en dan helemaal van zulke dames, dan kom je daar echt niet meer in de buurt. Dus, ja, het is ook vroeg, hè? 100 meter, ja, zo eind mei. Hoe sta je ervoor eigenlijk? Ja, nee, ik heb afgelopen week vrij hard getraind ook. Dus vorige week in Hoorn was ik ook niet verbaasd dat ik nog niet echt heel goed liep. Maar we doen nu juist weer wat korter en wat in de echt gefocust op het wedstrijdseizoen en niet meer op het opbouwen. Dus ik verwacht dat het vanaf nu alleen maar beter gaat. Vorig jaar redelijk seizoen. Wat zijn de ambities dit jaar? Nou ja, sowieso. Eerst was het natuurlijk deelname aan het EK onder de 23. Nou, met de 400 hebben we vanochtend gelopen. En als de wind goed is, op de 100 ook. Dus, en als doel had ik zelf eigenlijk dat ik op de 200 meter, want ik wil me eigenlijk richten op die afstand, denk ik. Dat ik daar sowieso top 5 haal op het EK onder de 23. Nou, leuke ambitie. Ja, vind ik ook. Hoe zit het met jouw training? Bij wie train je eigenlijk? Bij Wieger trainen ze op Papendal. Is dat nou een trainer waarvan je zegt, nou, met zijn ervaring kan ik die stapjes maken? Ja, zeker. Ik bedoel, hij heeft mij sowieso vorig jaar al van 12 rond naar 11-7 gebracht in iets minder dan een jaar. Dus die trainingen bevallen mij heel goed. Leuke groep ook en ik denk zeker dat hij die kwaliteit heeft, ja. Staat de kracht van centrale trainingen weer bewezen? Dat denk ik wel. Ja, ik train gewoon fulltime bij Wiegert, dus ik kan er niet veel over zeggen. Nee, maar oké, het is in ieder geval hier een leuke ervaring en werken naar een ander groot toernooi. Ja, zeker. Ja, ik ga mijn best doen. Veel succes. Dankjewel.